I could do this. Nou, daar sta ik dan. Het is 5:10. Wow, wacht even hoor. Serieus? Wow, het is al 5:15. We moeten nog opschieten ook. Is dan weer een kwartier later? Ja. Nou, ik kon mijn jasje niet vinden, dus ik ga maar met dit jasje aan. Het lopen, buiten. Niemand is buiten nu, dus het maakt niet ik uit. Ik heb zo slecht geslapen. En je doet het voor jezelf? 3 uurtjes of zo. Ja, het voelt een beetje alsof ik het voor jou doe. Ja, ik heb ook heel kort geslapen. Maar, we kunnen het! Let's go! Bartje kan gewoon zo makkelijk hardlopen. Ik haat hardlopen. Oké, echt waar. Het is dat het maar 10 minuten is. I can do this. Kom op, poesie. Zo, nou, goedemorgen. Ik ben nu pas echt wakker. Het is dus maandag en we doen deze week de helweek. Dat betekent 7 dagen lang om 5:00 ochtends opstaan. Elke dag minimaal 1 uur sporten en dan wel wakker worden met 10 minuten hardlopen buiten. En daarna nog 1 uur sporten in de sportschool of iets anders. Geen social media de hele week. Daar heb ik niet zoveel moeite mee. Geen tv aan de hele week. Dat vind ik wel. Ik denk wel dat ik een aantal series een beetje ga missen. Maar dat vind ik ook nog wel te doen. Wat nog meer? Ja, gewoon echt vol ervoor gaan. Geen dingen meer uitstellen. Gewoon echt hele planningen maken. Maar ook aan je doelen werken. Aan allerlei dingen werken voor jezelf. Je krijgt elke dag een soort van opdrachten mee. Oh ja, de keuken. We hebben dit weekend dus klusweekend gehad. Voor degenen die het nog niet weten wat dit voor verf is. Weet je wat jullie denken, wat staan jullie nou aan het doen? Dit is dus magneetverf. Kijk, het is al magnetisch, maar het moet echt nog een beetje beter. Het is nog een beetje slapjes. Dus er gaat nog 1 laag overheen. Vet, hè? En dan twijfelen we dus nog steeds of we de keuken donker willen laten of het wit willen maken. Dit is de prize. Ja. Gaat-ie? Ja, ik heb het laatste keer gerend met Dex. Voor jezelf doe je dit. Voor jezelf en elkaar. Maar wij zijn ook een soort één, hè? Dus poepje. Vroeg. Dat het avond is. Avond. Ik heb energie alsof ik net mijn bed uitkom. Oké, we hebben net. Ik heb trap gelopen en gefietst. En Bart heeft 1 uur gefietst. En we hebben in dit uur, althans ik, 557 calorieën. Niet dat dat heel veel boeit, maar 595 en 22 kilometer. Nee, 22 kilometer gefietst. Best netjes voor de eerste sportsessie van de dag. En nu eten. Vanavond en douchen. Moeten we ook weer sporten, hè? Ik ga eten en douchen als eerst. Nee, ik zit niet op social media. Ik ben de training voor vanavond aan het doornemen. Oh. Nou, ik ben lekker helemaal opgefrist. En ik heb zelfs al wat dingen achter de computer gedaan. Maar ik ga nu eventjes aan de slag met dag 1 opdracht. En dat is maandag de vaste gewoontes. Nou, vorig jaar heb ik al een heleboel over mijn gewoontes verteld. En ik dacht, laat ik dit keer alleen even de puntjes behandelen die me echt nog niet gelukt zijn om aan te passen. Misschien wel voor een weekje, maar helaas niet voor langer. Dat zijn een paar dingen die bij mij toch echt wel elke keer terugkomen. En dat is dat ik heel erg, dat is echt een soort van verslaving. Het is echt verschrikkelijk. Heel erg aan mijn lippulk. Vooral in de winter. Nu heb ik net iets opgesmeerd, dus ik weet niet of je het kan zien. Maar er zit altijd wel een soort van litteken hier bij mij. Ik pulk dus echt ongeveer misschien 1 keer, soms misschien wel 2 keer per dag echt dit velletje. Precies hetzelfde velletje. Elke keer weer eraf.
En het erge is, ik doe het al vanaf kinds af aan. En zelfs Yola begint het nu ook al te doen. Die zit, zie ik ook gewoon, soms zit ze even een beetje na te denken. En dan zie ik haar friemelen. Dus ja, zelfs zij neemt dat al over. Dat is echt zo verschrikkelijk. En ik wil er dus echt heel graag vanaf. En ik moet zeggen, in de zomer lukt het me af en toe om er een tijdje vanaf te komen. Maar zodra het dan weer winter wordt en er is van die droge lucht, dan wordt het een beetje hardig. En dan moet ik het er gewoon afhalen van mezelf. En het komt ook heel erg omhoog wanneer ik stress heb. Dus Bart zegt ook soms wel 100 keer achter elkaar, niet doen, niet doen, niet doen. Maar dan heb ik stress, dan heb ik het gewoon niet eens in de gaten dat ik het zit te doen. Dus dat is eentje waar ik echt weer aan wil werken. Voor de rest, ja, een beetje stom om te zeggen. Maar ik ga dus heel vaak zitten onder de douche. Ik krijg het altijd heel erg benauwd onder de douche. En op een dag dacht ik, nou, als ik nou ga zitten, dan heb ik daar minder last van. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik dan vervolgens altijd elke keer ga zitten en super lang blijf zitten. Dus daar wil ik ook vanaf. En natuurlijk weer, hoe kan het ook anders, altijd maar weer dingen uitstellen. Ja, ik merk wel dat het steeds minder wordt hoor. Maar hij is er nog wel aanwezig. Dan de gewoontes. De gewoontes waar ik eigenlijk heel goed in ben, die zijn er ook. Maar ik ga niet een hele rits opnoemen, want dat is zo vermoeiend, zo lang in de video. Maar ik zal even snel één hele goede gewoonte zeggen van mezelf, vind ik. En het is dat ik eigenlijk altijd al mijn afspraken nakom. Ik zeg bijna nooit een afspraak af. En wat ik eigenlijk ook weer een beetje terug zou willen krijgen in mijn leven als een gewoonte, is wat ik altijd had en waar ik altijd heel vrolijk van werd, maar wat ik eigenlijk niet meer zoveel doe. En dat is dansen. Vroeger danste ik gewoon echt elke dag. Ik kan er heel veel in kwijt. Ik vind het fijn, al doe ik het even in huis of weet ik veel waar. Het boeit me niet. Maar ik wil gewoon weer dansen. Dus dat is iets wat ik weer wil gaan oppakken. En in deze helweekse dag vond ik het ook wel goed passen om even naar de Action te gaan. Daar was ik vorige week al geweest, maar het was ik natuurlijk weer de helft vergeten. Dus ik heb nu even echt een lijstje op papier gemaakt. En ja, dan gaat die gewoon echt oldschool in mijn tas. Want blijkbaar op mijn telefoon vergeet ik ook weer te kijken of het erop te zetten. Ga ik nu snel heen. Zo, weer even Action inkopen gedaan. Weet je wat ik grappig vond? Een douche, een radio. Ik zal nog laten weten wat ik hiervan vond. Ik heb net weer even een pakketje weggebracht. En kleine boodschap gedaan. Alleen even brood en chouderans gehaald. Op de fiets. Want je moet dus zoveel mogelijk doen op de fiets. Oké, weer omgekleed. We gaan nu de vierde laag doen. En hopelijk is het dan klaar. Maar we hebben wel een soort van beslissing gemaakt. Dat we dus voor deze kleur gaan. Dat we het zo laten. In eerste instantie, hè? In eerste instantie. En dan kunnen we het altijd later nog wit maken. Als we het toch niet zo mooi vinden met de platen eronder. Hey, wie is daar weer? Ik, Yola! Daar ben ik super, super, super blij om. Yes, yes, yes! Hij smakelijk. Hey, smakelijk! Yola gaat naar turnen met cadeautjes voor de juf. Deze ben ik even aan het fotograferen voor een nieuw blog. Dus die blog komt later nog online. Zal ik even in de beschrijving hieronder zetten. Want deze ga ik op mijn website ook verkopen. En ik ga nu even laten zien hoe die proeft. Dit zijn dus echt maaltijdrepen voor wanneer je dus onderweg bent. Geen gezonde maaltijd bij de hand hebt. En dit is dan toch nog gezond. En bevat 20% van je dagelijkse hoeveelheid aan nodige voedingsstoffen. Er zijn zelfs mensen die hiervan leven. Nou ja, bij gebrek aan een gezonde maaltijd. Ja, ruikt wel lekker. Het is niet vies of zo, maar ook niet super zoet. Niet heel veel smaak, maar wel lekker. Ja, ja. Goed te doen. Ik vind het wel lekker. Het smaakt ook niet zo super machtig of zo. Ja. Of ben je helemaal van die chemische smaak. Soms met die repen proef je gewoon echt de eiwitten. Dat, helemaal, dat je haast niet meer hoort, dat je echt zo... Ja, die niet wegkrijgen. 20 bars. Er zijn ook nog shakes en alles van, maar dat zal ik allemaal later nog wel een keertje laten zien. Oh, echt zo lekker. Yoga zit er weer op. Oh, zo heerlijk, hè? Mijn yoga is zo lekker soms. Het is nu 9:55. Dat betekent dat ik over 25 minuten in bed moet liggen. Ik ga gewoon nu lekker snel naar huis. En gewoon meteen klaarmaken om naar bed te gaan. Alles klaarleggen voor morgenochtend.